Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. En we beginnen met een schitterende weerfoto van Jan van Spijker. Die laat een buienwolk zien met een zeer fraai gevormd aanbeeld. Het lijkt haast wel een wolk die bij een bom hoort, maar dat is het gelukkig niet. Het is een schitterende buienwolk, zoals ik al zei, een cumulonimbus. En als je dat aanbeeld ziet, dan betekent het dat het een stevige bui is. Als je goed kijkt onder de wolk, is er ook nog een kleine regenboog zichtbaar. En dat geeft ook meteen aan wat we vandaag hadden. Een zeer gevarieerd weerbeeld met vooral vanochtend ook een zonnige periode. Maar ook stevige buien en daarbij regenbogen. Maar ook af en toe hagel, onweer en natte sneeuw is op een enkele plek ook gemeld. Vanmiddag nam de buiigheid flink toe. Toen kreeg de zon het erg moeilijk en werd er ook wat vaker hagel en onweer gehoord en gezien. Ook vanavond nog stevige buien over het land. Ook nog met een winters karakter. Temperaturen beginnen te dalen tot dicht bij het vriespunt. En als het dan een keer stevig hagelt, dan kan het zomaar even glad zijn. In de loop van de nacht begint de buiigheid minder te worden. Dan komen de bredere opklaringen en daalt het kwik tot rond het vriespunt. Er kan een mistbank ontstaan en bij temperaturen onder nul kan het ook plaatselijk glad worden. In de kustregio staat wat meer wind. Daar is de kans op mist en gladheid zeer klein of eigenlijk bijna nul. Buigheid neemt in de loop van de nacht af. Helemaal droog is het nog niet dus. Kijken we dan naar morgenochtend, dan kan het verkeer tijdens de ochtendspits dus last hebben van die mistbank of gladheid. En daarna hebben we te maken met zonnige periode. De meeste zon verwacht ik in de tweede helft van de ochtend en aan het begin van de middag. Daarna neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Al zijn dat in de eerste instantie wel dunne, hoge sluierwolken. Het wordt zo'n 7 à 8 graden aan zee, 4 graden in het oosten. En de wind draait in de loop van de dag naar zuid tot zuidwest en begint dan in kracht toe te nemen. Morgenavond gaat het in het westen regenen en aan zee harder waaien. Aan het einde van de avond staat de windkracht 8. Dat is de stormachtige zuidwestenwind. En in het noordwestelijk kustgebied is er een kleine kans op een zuidwestenstorm. En dat zeer wisselvallige weer dat zorgt ook voor een natte start van de woensdag. Daardoor kan de ochtendspits woensdag zeer druk zijn. In de ochtend trekt de regen naar Duitsland weg en breekt vanuit het westen de zon door. Opnieuw 4 graden in het oosten en 8 graden langs de westkust en de wind neemt in de loop van de dag iets af. Donderdag en vrijdag, ook twee zeer wisselvallige dagen. Ook dan weer hier en daar kans op een storm, vooral de nacht naar vrijdag en vrijdagochtend. En veel bewolking in periode met regen dus. Temperaturen blijven tussen de 4 en de 8 graden liggen. Kijken we dan wat verder vooruit en dan zien we dat het in het weekend tijdelijk wat kouder wordt. Met vooral de nacht van zaterdag op zondag een koude nacht. Tussen aanhalingstekens, want echt winterweer kunnen we dat niet noemen. Maar daarna gaan we verder op de oude bekende voet die we deze week ook al hebben. Temperaturen dus 's middags tussen de 5 en de 10 graden. Dat zien we ook terug in de sneeuwkansen. Die zijn er eigenlijk hoegenaamd niet. Kansen blijven onder de 5% op de meeste dagen. En ook de vorstkansen zijn zeer beperkt. Alleen in de nacht van zaterdag op zondag komt die boven de 25% uit. Nogmaals, let op vanavond en vannacht. Het kan plaatselijk glad zijn en er kan mist ontstaan. En daar kunnen we in de ochtendspits nog even last van hebben. Maar verder morgen de beste dag van de week met de meeste zonneschijn. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl.